Afgelopen maandag speelde Jong PEC Zwolle thuis een oefenwedstrijd tegen Jong FC Emmen. En in de basis begonnen onder andere Kevin Bejoa en Bart van Hintem. En de eerste kans is voor de thuisploeg. Younes Mokhtar geeft een steekpaas op Bart van Hintem. Hij geeft voor. En Nande Wielings zorgt met een eigen doelpunt dat Jong PEC Zwolle met 1-0 voor komt te staan. En de tweede kans is ook voor Jong PEC Zwolle. En weer geeft Younes Mokhtar de paas op Bart van Hintem, die de voorzet kan geven. En deze wordt mooi ingeschoten door Shuntaro Koga. En zo is de stand 2-0. Dan Jong FC Emmen. Justin Mulder geeft de voorzet. En Arjan Hagenau brengt de stand op 2-1. Na rust gaat Jong FC Emmen door. Een overtreding wordt gemaakt in het strafschopgebied, waardoor Arjan Hagenau de bal mag klaarleggen voor een strafschop. En deze schiet hij binnen. En zo trekt Jong FC Emmen de stand naar 2-2. De laatste aanval is voor Jong PEC Zwolle. De paas wordt gegeven op Tom Heerkes. En die schiet de bal ook binnen. En zo wint Jong PEC Zwolle met 3-2 thuis tegen Jong FC Emmen. Vandaag met 3-2 gewonnen van Jong FC Emmen. Tevreden met het resultaat? Ja, als je wint altijd natuurlijk. Maar voor mij, volgens mij was hetzelfde als voor Kevin. Ik had weer de eerste minuutje in de benen en dat is het belangrijkste. We zijn allebei heel uitgekomen, dus ik mag wel tevreden zijn. Mij ging het er meer om hoe dat ik met deze wedstrijd zou volhouden. Dat is goed gelukt en dat is voor mij het eerste belangrijkste. We hebben een oefenpotje ingelast om sommige jongens wat extra ritme te gunnen. En, zoals bijvoorbeeld ook Younes, die toch niet speelgerechtigd is verlopen voor de club. En een aantal andere jongens die ook gewoon weinig aan spelen toekomen. En een paar jongens die van blessure terugkomen. En dan kun je dit aanvatten op een maandagmiddag als een perfecte training. En ik denk het resultaat dat het ondergeschikt is. Maar dat je eigenlijk, je komt 2-0 terecht voor. En achteraf gezien maak je het jezelf te moeilijk. En dan het laatste kwartier, dan laat je weer zien waarom dat je beter bent dan de tegenstander vandaag. Alleen voor mij is het gewoon lekker fit blijven. En volgens mij ben ik dat vandaag gebleven. En ik heb hem lekker meegedaan met het spelletje. Ken Younes natuurlijk, die stond voor me. Dus we hebben lekker een paar leuke acties gehad met z'n tweeën. En een paar goede voorzetten gegeven. Dus al met al ben ik wel tevreden. Je hebt de hele wedstrijd meegedaan. Hoe vond je het zelf gaan, ook qua fitheid zeg maar? Qua fitheid was het gewoon goed. Ik heb al een paar weken achter de rug met de groep en waar ik toch een aangepast programma voor nog wat meer extra fitheid te krijgen. Dat verwerk ik goed, maar nu is het een kwestie van het goed vasthouden. De eerste stap is gezet. Ik ben tevreden dat ik 90 minuten heb volgemaakt. En nu is het gewoon de volgende stap inzetten en het is gewoon goed herstellen en gewoon werken naar komend weekend. Nee, natuurlijk gaat het met de dag beter. En dit was voor mij was de test hoe te kijken hoe het ging, want ik heb vorige week heel week meegetraind. Wel nog met wat lasten, vooral met schieten. Maar vandaag heb ik volgens mij alles kunnen doen zonder pijn. Dus even kijken hoe het morgen vroeg voelt. Maar ik ga wel vanuit dat het goed gaat.